Danielle Sumter, parlementslid, heeft meer uitleg gegeven over de valutawet, zoals we dat kennen in de volksmond. Ze geeft aan dat elke prijs, of althans elke dienst of goed welke verhandeld wordt in Suriname, afgeprijsd moet worden in de Surinaamse munt. SRD, we moeten meer geloof hebben in onze SRD. Daarop komt het neer. Wij voeren u terug naar mevrouw Sumter. Ik ben op verschillende niveaus bezig geweest om uit te leggen hoe en wat er met die wet is. Maar voor mij is het belangrijk dat de samenleving weet wat er is. Die wet hebben we gemaakt omdat we wisten dat er problemen waren. Problemen waren in die zin dat de mensen die valuta nodig hadden, het niet konden vinden. De mensen die geen valuta verdienden, valuta moesten gaan zoeken. En dat moet geenszins de bedoeling zijn van Suriname. In Suriname heeft men een soort gedachtegang, een mindset, dat miwambaiwasani, oh, $300, mimgo sukude dala. Dat moet helemaal niet de bedoeling zijn. Suriname is Suriname. We hebben een nationale munteenheid waar we trots op mogen zijn. We hebben een economie waar we aan hebben gewerkt. We hebben een geschiedenis om u tegen te zeggen waar Surinamers tot een hele mooie ontwikkeling zijn gekomen. We hebben een hele mooie integratie van onze cultuur. Waarom is het dat we dan niet kunnen leven als andere landen, dat we zeggen dat wanneer we een prijs vaststellen voor een dienst of een product die we maken, die prachtige producten, die industriële producten, die handcrafts, dat we zeggen dat we het vragen in SRD. Dat was ons eerste probleem. Dat mensen de mening zijn toegedaan dat ze denken dat ze dat moeten doen. Als we ervoor zorgen dat we dat alvast leren. Er zijn tal van andere zaken die we hebben gedaan in die wet. Maar alvast leren om te zeggen nee, ik zet het in SRD. Het maakt niet uit hoe je het wil calculeren. Kijk, mensen gaan me het kwalijk nemen wanneer ik dit zeg. Maar ik zeg aan mensen die me ook wel vroegen. Ik zeg, calculeer je prijs. We gaan die dollars, als jij de importeur bent en je moet kosten betalen in het buitenland, dan heb je werkelijk die dollars nodig. Als jij, en het maakt niet uit als je denkt dat je een buitenlander bent en je een huis hier in Suriname verhuurt. Je moet het in SRD vragen. Je moet het in SRD vaststellen. Want wij als Surinamers, wanneer wij een huis willen huren, wanneer we iets willen doen, ik verdien de SRD, waarom moet ik het in dollars gaan betalen? Dus dat was een van de eerste zaken die we wilden oplossen. Het feit dat mensen denken en heel erg bang zijn dat ze dollars moeten zoeken. Het moet gewoon niet meer gebeuren. Los daarvan zagen we dat er geld wordt uitgegeven aan dingen. Tenminste, die dollars, die beschikbare dollars, werden uitgegeven voor zaken die niet echt nodig waren. We hebben met name gezien dat in 2019, ik ben wel heel erg blij geweest dat er een hele sterke koopkracht is geweest, overigens. Want dat hebben we gemerkt. Het was een hele stabiele periode. En je kan zien dat de regering daar echt wel hun best voor heeft gedaan. Je weet, we komen uit een periode van een beetje economische instabiliteit, 2015, 2016. We zijn er zodanig overheen gekomen, 2017 klommen we nog, 2018 ging het beter. 2019 is het eigenlijk helemaal geweest, 18 en 19. Tweede helft van 2018 en 19. Wat zag je? Mensen kochten tv's, mensen kochten, en die dingen waren heel mooie SRD's geprijsd, dus dat was ook al mooi. Mensen kochten tv's, mensen kochten ijskasten, heel veel luxe goederen. En we dachten van kijk, we moeten dit ding zien als een huishouding. Wanneer jij je huishouding hebt en je nagaat hoe jij je gelden gaat uitbesteden. Je weet dat je bijvoorbeeld op vakantie wil gaan, je hebt je valuta nodig. Daarvoor ga je je geld dan aan de kant zetten, want je moet je valuta kunnen kopen. Dus je weet dat je ook bepaalde andere goederen wil kopen. Dat je weet dat je dan daarvoor ook wel aan een kant zet. Wij waren dus de mening toegedaan dat wij de importen ook als zodanig moesten beschouwen. Er zijn zaken die we echt nodig hebben. Maar er zijn zaken die we ook wel moeten stoppen in onze lokale productie. Wij willen dus dat het geld beter uitbesteed wordt. Dat als de mogelijkheid bestaat dat mensen te veel valuta besteden aan het importeren van te veel luxe goederen,
dat we gaan zeggen van oké, weet je wat, voor een maand gaan we dan niet voor dat soort luxe goederen dan die valuta beschikbaar stellen. Maar we gaan valuta beschikbaar stellen ter alle tijden voor alle basisgoederen. En de meest belangrijke zaken, dingen waarbij je je huis moet bouwen, cement, basisgoederen. Toch, dingen die onze livelihood garanderen, onze manier van leven dagelijks garanderen. Dat zijn de dingen waarvan we dachten van, weet je wat, als we merken, gaan we een maand zeggen dat we dat even stoppen, zodat die dollars die men die maand zou gebruiken, dat we dat ergens veel beter kunnen stoppen. We moeten dan ook wel ervoor zorgen dat de beschikbare gelden die we hebben, wanneer we bijvoorbeeld zeggen dat er middelen beschikbaar gesteld worden, dat we die dan ook stoppen in de juiste zaken. Voor de productiesector, voor boeren. Boeren moeten bij verre, we weten dat het project is van de vicepresident, meneer Adin. En hij is al heel mooi begonnen. Maar met de lokale boeren moeten er veel meer projecten gelden. Toch? LVV heeft ook al een hele mooie start gemaakt. Wij gaan dan proberen om ervoor te zorgen om die mensen te stimuleren, die mensen te helpen. Dat wanneer er financieringen moeten komen, dat er voor die mensen financieringen moeten komen. Met name dus leningen, toch? Trainingen, leningen. Die mensen moeten geholpen worden. Omdat we weten dat Suriname een hele grote potentie heeft voor een voedselscheur. Maar natuurlijk ook wel de exporten. Het is niets nieuws voor ons. Laten we dat destimuleren en laten we dat geld investeren waar het nodig is. Dus op basis daarvan zeg ik dat je wel moet kijken wat het is dat je doet met jouw dollars. Met de huishouding. Die wet is dus op basis van verschillende aanleidingen tot stand gebracht. Toch? We gaan moeten letten op onze huishouding, de manier waarop we onze gelden uitgeven. Waar besteden we onze gelden aan? Waar geven we meer aandacht aan? Waar investeren we meer in? Maar ook nog, kijk. Precies waar je de rechten hebt, heb je dan ook de plichten. Toch? Waar en wie moet jij dan stimuleren en waar en wie moet jij aanpakken omdat ze je economie ontwrichten? En daar moeten we sterk op concentreren en wel sterker op inspelen. Het toezichtsorgaan is bij wet tot stand geroepen. De operationalisering ervan moeten we nog vernemen hoe dat gaat. Maar wat ik wel weet, is dat het systeem dat binnen HIT is geïmplementeerd, hoe moeiteloos dan ook, ze zijn hard aan de winkel bezig. Ik ben dagelijks in contact met ze. De minister is van tijd tot tijd ook wel in contact met me. En ik hoor wat ze allemaal niet moeten ervaren. Die hele keten moeten ze ook wel nagaan. De klachtenlijnen zijn er, die zijn rood gloeiend. Ik ben heel erg blij dat burgers echt via social media, via de telefoon, via de app reageren en hun gedachten en hun mening geven erover. Ze pikken het niet. En dat is wat Suriname moet zijn. Je moet het niet pikken. Burgers, participeer. Help de mensen om te weten waar het misgaat. Wie misbruik maakt van de situatie. Je hebt winkeliers en handelaars die juist rekening houden met de situatie, die juist ondersteunend zijn, vooral met dit wat we meemaken van de COVID-situatie. Toch? Want je weet, zaken lopen dan uit de hand, de voorraden zijn niet zoals ze altijd zijn, de importen zijn een beetje achtergeraakt, sommige dingen kan je niet doen zoals je wilt doen als je een productiebedrijf hebt. Wij moeten dan ervoor zorgen dat we daar genoeg aandacht aan geven. Laten de mensen de gelegenheid krijgen om te doen wat het is dat ze moeten doen. De handelaren heb ik al aangegeven. Die helpen zoveel als mogelijk, een deel van ze. Een deel van ze zien we dat die gewoon echt niet zeggen. Ik ga geen namen noemen, maar een deel van ze wil echt gewoon hun handel blijven drijven zonder enige rekening te houden. Sommige winkelieren doen het ook, maar andere winkelieren helpen. Anderen zijn er misschien niet bewust van. Maar wanneer consumentenzaken van HIT met ze in gesprek gaat, dan merken we wel dat ze direct meewerken en dat ze juist helpen. En dat is heel mooi. Ik hoop dat de impact van dat wat consumentenzaken doet, dat het veel groter zal worden. En dat ze de regering ook wel zullen helpen om hier overheen te komen. Ze hebben meer tools nodig. Ik denk dat het nu eens nodig wordt om meer dan ooit sancties toe te passen.
Natuurlijk wil de regering niet zo streng zijn, omdat men eerst een waarschuwing wil geven. Men wil de samenleving bewust maken daarvan, van hey, je moet op zo'n manier te werk gaan. Je koopt, verkopen, zorg ervoor dat je het redelijk houdt. Weet je, kleine winstjes, veel, dat maakt je dingen ze. Dat maakt je tot een goede handelaar, toch een goede winkelier. En niet het feit dat je woekerwinsten wil maken op één product. Dat is nooit de bedoeling geweest van handel. Dus al bij al zijn dat gewoon verschillende ontwikkelingen, verschillende activiteiten die je eigenlijk hebt op basis van je valutawet. De straat.